Ik begon met diploma zwemmen, zoals ieder ander kind. En vanaf mijn zesde ben ik bij de zwemclub in Delfzijl gaan zwemmen, de Eemschrobben. En ik heb vroeger meegedaan aan de Nederlandse jeugdkampioenschappen in 2007. En in 2008 werd ik ziek. Toen ontdekte ik eigenlijk een bobbel in mijn been. Waarvan ik dacht dat het, waarvan ze dachten dat het een scheurtje in de spier was. Maar dat bleek dus een tumor te zijn. Hoe is dat, zo'n bericht van Marije, je hebt een tumor? Ja, dat is natuurlijk het ergste nieuws wat je kan horen als je sowieso als je 12 jaar bent. En ja, voor je ouders is het ook echt het ergste om te horen. Maar ja, je moet er toch wat mee. En uiteindelijk denk je, het belangrijkste is dat je gaat genezen. Op het moment dat je zo'n bericht krijgt, wat gebeurt er daarna allemaal met je? Ja, er gaat een hele schrik door je heen. En je moet even aan het bericht wennen. Ja, het moet gewoon tot je doordringen. Ja, ik wilde eigenlijk al, voordat ik aan de operatie en aan de chemokuren begon, zei ik al tegen mijn arts, ik wil het water weer in, maakt niet uit hoe of wat, ik wil gewoon weer zwemmen. Nou ja, dat vond hij een goed plan, omdat hij zei, zwemmen is de beste revalidatie. Was het makkelijk om weer te beginnen met zwemmen? Nee, absoluut niet, want je verwacht dat je gewoon gelijk alweer een beetje kan zwemmen, alleen dan, of met één been of met geen benen. Maar je hebt geen energie of geen kracht meer om vooruit te komen, omdat dat allemaal weg is door de chemo's en door de operatie. Het was wel moeilijk, want je hoort natuurlijk niet meer echt bij de mensen waar je altijd bij hoorde, waar je mee zwom. Dus je begon eigenlijk weer helemaal onderaan. Maar op een gegeven moment komt wel het besef van, ik kan misschien toch wel weer topsporter worden. Hoe was dat traject? Nou ja, ik heb toen ik ziek was, heb ik met kampen meegedaan. Dus ik heb geskiet en ik ben op een zeilkamp geweest. Op dat skikamp ontmoette ik een meisje die al bij het Paralympisch zwemteam zat. En die zei van, ik zwem met een handicap en ook bij een team. En toen ging ik meedoen met een talentendag en daar werd ik uitgepikt en toen zat ik binnen een maand bij het Nederlands team. Dat is wonderlijk snel. Ja, het was eigenlijk, je verwacht het ook niet, maar ik zwom natuurlijk daarvoor ook altijd al, dus ik hoopte het wel, maar ik ben in februari 2010 ben ik gekeurd internationaal in Napels. En toen had ik allemaal internationale wedstrijden. En in augustus 2010 had ik mijn eerste WK al. Daar kwam ik in die finale. En dat jaar daarna had ik de EK. Daar haalde ik brons op de 100 meter rugslag. En dat jaar daarna was het Paralympische Spelen in Londen. Dus het ging zo snel. En je had het gewoon echt niet verwacht. Nee, want uiteindelijk 4 jaar nadat er geconstateerd werd, ik heb een tumor, sta je in Londen. Ja, je hoopt het natuurlijk wel, want ik heb met mijn moeder gekeken in het ziekenhuis, de Paralympische Spelen in Beijing. En ik zei tegen mijn moeder, het zou toch mooi zijn als je daar ooit komt te staan. En gewoon 4 jaar later sta je daar. Hoe belangrijk is zwemmen voor jou? Ja, zwemmen is heel erg belangrijk voor mij, omdat ik mijn afleiding erin kan vinden. Ik heb er heel veel plezier in. Het is eigenlijk gewoon mijn alles. Je denkt gewoon even niet aan je handicap. Je bent zo bezig met het sporten dat je denkt, ik ben eigenlijk gewoon normaal. Dus dat is eigenlijk heel goed. Ben je toch ook? Ja, maar je hebt toch een handicap. Dus je voelt je toch anders dan mensen zonder een handicap. Maar als je aan het sporten bent, dan voel je eigenlijk gewoon net zoals hun. Heel veel mensen die denken van, ik heb een handicap, dus ik kan niet meer sporten. Maar dat is het dus juist niet. Want zelfs met een handicap kan je sporten. En dan is het heel belangrijk dat je het ook gaat doen en een stap zet om te gaan sporten. Zwemmen is voor mensen met een handicap een ideale sport. Maar sporten met een handicap is niet vanzelfsprekend. Daarvoor is geld nodig. Heel veel geld. De KZB bestaat 125 jaar. Daarom wordt er dit jaar geld ingezameld om het zwemmen voor kinderen met een handicap beter bereikbaar te maken. Ik hoop dat u de KZB daarbij wil helpen.